MBO is ook niet slecht. Daar kan je heel ver komen in toerisme. Maar op een duur houdt die carrière lijn houdt gewoon op. Met het HBO toerisme diploma kan je heel breed aan de slag gaan. Binnen de reisbranche kan je van functies bekleden binnen de reisbureaus tot aan hogere managementfuncties, bijvoorbeeld van touroperators en luchtvaartmaatschappijen. Wat ik zelf met wil gaan doen is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik wil te veel, ik vind te veel dingen interessant. Maar ik heb de afstudeerrichting touroperating gedaan. En ik vind het wel heel interessant om mijn eigen vertaalslag te maken wat ik heb gezien op het reisbureau in vergelijking met touroperators. Het is verstandig om in je achterhoofd te houden dat de HBO-studie af en toe best pittig kan zijn. En dat je af en toe momenten hebt dat je denkt, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar het is zeer zeker het doorzetten waard, want dit is een hele mooie studie en je kan er later zoveel mee. Aankomende maanden ga ik een verre reis maken. Ik ga een halve rondreis maken naar Australië en Maleisië en Borneo. Nou, mijn eigen reisbureau beginnen zal ik niet doen, want dat is niet helemaal mijn ding. Maar als ik daar een leegstaand resort zie, dan zeg ik geen nee dat ik daar misschien interesse in ga tonen.